Goedemiddag beste kijkers, welkom bij Albeda. Ik ben Warma Datadin, manager van het studieinfopunt en van de afdeling Welkom het Albeda. De afgelopen week hebben wij live uitzendingen gehad van onze colleges en van Albeda. Behoorlijke aanbod is aan bod gekomen en nou goed, heb je dat gemist? Niet heel erg, want je kunt de uitzendingen terugkijken via onze website albeda.nl. Maar vandaag is de dag van de entreeopleiding, taal en inburgering en het VAVO Rijnmond College. We gaan het straks hebben over het VAVO Rijnmond College en wat die voor jullie kan betekenen. En we gaan het hebben over het hulp bij studiekeuze. En we hebben vandaag gasten aan tafel. Dat gaan we even voorstellen. Nou, ik ben Fatma Tromblad. Ik werk bij het studieinfopunt nu al iets meer dan een jaartje, als studievoorlichter. Ik ben Jeroen Dunk. Ik ben decaan bij de MAVO van het VAVO Rijnmond College. Ik geef ook aanrechtskunde en ik geef ook op het Albeda les bij onderwijsassistent. Ook aanrechtskunde en natuurlijk techniek. Ik ben Rani Lucalea. Ik ben 19 jaar en ik volg de MAVO-opleiding op het VAVO Rijnmond College. Ik ben Boris Gelderman. Ik doe de avondopleiding ook op het VAVO Rijnmond College. Ik doe 7 vakken. Oké, welkom. Voor we verder gaan kun je ook nu tijdens deze live-uitzending chatten. De oranje button die op de website staat, daar kan je gewoon direct klikken en dan kan je met onze medewerkers chatten en kun je al je vragen kwijt. En we gaan nu een kijkje nemen bij het VAVO Rijnmond College via dit filmpje. Hoi, ik ben Eva. Ik zit hier op het VAVO Rijnmond College. Ik volg de opleiding HAVO. Ik zit in mijn examenjaar. En ik wil jullie wat vertellen over deze school. Ik kom hier op het VAVO College met de bus en de metro. En dat is super handig, want er zit een metrostation hier recht voor de deur. Dus je kan zo naar binnen lopen. Ik heb met de VWO gezeten. Daarna ging het niet meer zo goed. En toen heb ik een lange tijd niks gedaan. En toen heb ik besloten om toch mijn HAVO-diploma te gaan halen. Ik vond dat de middelbare school niet zo goed aansloot voor mij, dus ik ben op zoek gegaan naar alternatieven. En ik heb gekozen om dat op het VAVO te gaan doen. Ja, ik zou mijn vrienden zeker aanraden om het VAVO te volgen, zeker als de middelbare school voor jou niet echt gewerkt heeft. Er is gewoon heel veel begrip vanuit de school voor als iets niet lukt. Je wordt ook echt serieus genomen door de docenten. Ja, als het niet voor de leerlingbegeleider hier was geweest, dan was ik ook echt niet zo ver gekomen, zeg maar. Maar het is wel volwassen onderwijs, dus je moet het ook veel dingen wel gewoon zelf doen, gemotiveerd zijn om je diploma te halen uiteindelijk. Hey, welkom terug. Een leuk filmpje, Jeroen. Kun je wat meer vertellen over het VAVO Rijnmond College? Wat is het nou precies? Ja, het VAVO Rijnmond College is een school waar je meerdere opleidingstrajecten kunt volgen. Dat gaat van MAVO tot VWO en dat kan binnen een jaar, maar er zijn ook 2-jarige trajecten mogelijk. En zo kun je dus eigenlijk precies kijken wat voor jou van toepassing is om toch een diploma te halen waarmee je door kunt gaan naar een vervolgopleiding. Om zo dan toch je toekomstberoep te gaan uitoefenen. Oké, maar zijn er ook mogelijkheden voor mbo's bij het VAVO Rijnmond? Absoluut. Je kunt bijvoorbeeld als je al op het mbo zit, dan kun je vakken op de HAVO gaan volgen als jij de ambitie hebt om daarna naar het HBO te gaan. Dus je zit al op MBO 4 en je wilt dan, onderwijsassistent naar de PABO toe om basisschoolleraar de PABO te gaan doen. En je wilt je toch iets beter voorbereiden op bepaalde vakken, misschien aardrijkskunde, geschiedenis, dan kun je die vakken bij ons volgen. En dan kun je op die manier je toch iets sterker maken voor die HBO-opleiding. En dat kan eigenlijk voor elk vak. Het hangt gewoon eigenlijk af van welke studie je gaat doen. Dus Nederlands voor bepaalde studies kan natuurlijk. Maar als je richting de verpleegkunde gaat, kun je bij ons biologie op HAVO-niveau doen. Wat je ook kunt doen, is als je bijvoorbeeld toch niet je diploma hebt gehaald, is dan bijvoorbeeld bij ons hier een aantal vakken volgen. Dat heet alvast MBO. En dan ga je 's avonds maximaal 2 vakken volgen, omdat je wel eigenlijk net gezakt moet zijn. En dan kun je hier bij het MBO 4 wel beginnen, ongediplomeerd, maar dan wel 's avonds dus de vakken op de VAVO erbij volgen die ervoor zorgen dat jij je diploma kunt gaan halen. Oké, dat doe je dan in de avond en dan heb je niet je MAVO-diploma behaald. Begrijp ik dat goed? Dat klopt, ja. Okay. Dus stel dat je bijvoorbeeld net gezakt bent voor je MAVO-diploma en je zou met 1 vak bijvoorbeeld dan toch nog slagen, dan
kun je dus dat ene vak bij ons, of bij de FAVO, bij het FAVO Rijnmond College gaan doen. En dan kun je toch beginnen bij het MBO 4 van Alberda. Heeft natuurlijk wel onze goedkeuring nodig van zowel Alberda als het FAVO Rijnmond College. Want we vinden het bijvoorbeeld niet wenselijk als je verpleegkunde gaat doen, maar dan bijvoorbeeld voor biologie een 2 hebt gehaald. Okay. Ja, dat is natuurlijk een beetje een moeilijke combinatie. Dus we kijken ook wel een beetje naar het vak. Maar in de meeste gevallen past dit gewoon heel goed. Maar is dat niet pittig? Dan ben je feitelijk niet geslaagd voor je MAVO. Hè? En dan ga je naar bij jullie, bij het FAVO Rijnmond, je MAVO-diploma halen. En tegelijkertijd een MBO 4. Hoe wordt dat ervaren? Ja, het wordt daar erg ervaren als zwaar. En dat is natuurlijk ook logisch, want inderdaad wat je zegt, je volgt gewoon een MBO 4 opleiding. Je krijgt geen vrijstellingen bij je MBO 4 dat je dan minder hoeft te doen dan andere leerlingen. Dus je moet precies hetzelfde doen als diegenen die wel geslaagd zijn. En je doet er gewoon eens iets extra's bovenop. Dus vandaar dat we ook echt alleen zeggen dat mensen die net gezakt zijn voor een vak, dus ook maximaal 2, dat die dus op die manier dat dan toch moeten bijspijkeren. Maar ja, het blijft natuurlijk wel zwaar, want je doet 2 opleidingen in 1. Maar dan krijg je aan het eind 2 diploma's in dit geval. Ja. Dus als het lukt, en dat zien we gelukkig vaak genoeg gebeuren, daarom zetten we het ook door, dat ze dan toch een MAVO-diploma halen en dat ze ook genoeg studiepunten hebben behaald om inderdaad bij het eerste jaar van het Alberda, om dan door te stromen naar het tweede jaar. Dus dat zijn genoeg verhalen waarbij het gelukkig lukt. Ja. We zagen net in het filmpje een kijkje bij het FAVO Rijnmond College. Boris, waar ligt het FAVO Rijnmond College precies? Bij het Wilhelminaplein in Rotterdam, bij de Postemalaan. Dat is super centraal en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ja. Hoe is het reizen voor jou? Je zegt het is centraal, het is allemaal goed te doen. Ja, het is goed te doen. Ik ga met de bus en de metro en als het lekker weer is met de fiets, maar toch wel voornamelijk met de bus en de metro. Ja. Dat is op zich goed te doen, ja. Ja, een leuke locatie, Rani. Ja, ik vind het een zeer mooie locatie. Als je op de bovenste verdieping staat, zie je ook heel mooi de skyline van Rotterdam, wat ik heel erg waardeer. Dus dat vind ik heel mooi. Ja. Nou, in ieder geval goed bereikbaar dus, centraal hier in Rotterdam. Stel, ik wil graag naar het MBO, naar het MBO, naar het HBO. Hoe kan je je daar nou het beste op voorbereiden, Jeroen? Zoals ik al zei, je kunt bijvoorbeeld kijken naar een vak waarvan je denkt, hey, dat heb ik straks nodig. Ik geef zelf les bij de onderwijsassistenten, bij het Alberda. En dan zie ik toch ook wel leerlingen die bijvoorbeeld worstelen met bepaalde vakken. Soms is dat wiskunde, soms Nederlands. Waarvan ze het gevoel hebben, ja, ik moet dat toch iets beter kunnen als ik straks naar de PABO toe ga, omdat dat toch een hbo-opleiding is. En dan kijk ik bijvoorbeeld bij onderwijsassistenten naar een entry-toets van bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis of natuurlijke techniek, wat dan een beetje biologie en natuurkunde is. Dat ze dan toch het gevoel hebben dat ze dan beter voorbereid zo'n entry-toets kunnen maken om bij PABO te kunnen instromen. Maar dat kan dus ook een taal zijn als je bijvoorbeeld ambitie hebt om op HBO een toerisme-achtige opleiding te gaan doen. Dat je zegt, nou, ik wil Italiaans nog gaan doen bij de VAVO of Spaans op HAVO-niveau. Dat zijn allemaal mogelijkheden die we hier aanbieden. Oké, dus stel nou bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld ouders of jongvolwassenen die op latere leeftijd nog wat deelcertificaten, als ik het goed heb, kan behalen. Bijvoorbeeld Italiaans, Spaans. Een soort van leven lang ontwikkelen. Ja, kunnen we dus ook bij jullie terecht? Ja, is helemaal waar. Vaak wordt er vanuit werkgevers even gekeken dat je toch inderdaad het leven lang ontwikkelen moet doorzetten. Dus daarvoor hebben we een aantal talen die je daarvoor kunt volgen. Spaans, Italiaans en Frans. En je kunt ook voor geschiedenis of kunstgeschiedenis gaan als dat toch weer meer je interesse heeft. Maar je kunt dat ook gewoon gebruiken om je studie te verrijken. Zoals ik al zei, als je hier bijvoorbeeld op MBO 4 de toerisme volgt, de opleiding, nou, dan zou je bijvoorbeeld Italiaans bij ons kunnen gaan doen, waardoor je je misschien iets sterker gaat inzetten als je later het toerismeberoep gaat solliciteren voor een toeristisch beroep. Want dan heb je niet alleen maar de talen die we op het Alberda hebben gevolgd, maar heb je er ook bijvoorbeeld Italiaans bij gekregen. In principe is dat wel trouwens vanaf 21 plus op papier, maar we zien wel vaak dat we dingen toelaten als je 18 jaar of ouder bent. Dus dat kun je niet bijvoorbeeld als je hier gaat doen in je eerste jaar en je bent nog 16, en je wilt toerisme gaan doen, dan zul je toch ongeveer moeten wachten tot je derde jaar om dan bijvoorbeeld Italiaans te kunnen gaan doen. Want die opleidingen zijn wel in principe alleen maar voor volwassenen. Oké, dus het is in principe zo dat je 18 jaar en ouder moet zijn, wil je daarvoor in aanmerking komen? Ja. Oké.
Nou, dan ga ik even weer terug naar jou, naar de leerlingen, moet ik zeggen. Hè. Op mbo zijn we studenten en ik moest zeggen leerlingen. Welke opleiding of vakken volg jij, Rani, bij het FAVO Rijnmond? Ik volg sowieso, elke leerling volgt Nederlands, maatschappijleer en Engels. Daarnaast volg ik nog aardrijkskunde, Duits, economie en biologie. Oh, dat zijn behoorlijk wat vakken. Ja. Ja, en doe jij dat in de dagopleiding of in de avondopleiding? Ik doe dat vol tijd op de dagopleiding. En hoeveel dagen in de week ga je naar school? 5 dagen per week. Het verschilt van de 2 à 3 uur, soms 4 op een dag. En hoe ervaar je het? Is het pittig? Is het goed te doen? Het zit natuurlijk in je examenjaar. Ja, voor mij persoonlijk vind ik het goed te doen. Toetsweken zijn natuurlijk wel wat pittiger, maar dat hoort erbij. Oké. Okay. En voor jou, hoe is dat voor jou, Boris? Doe jij dat dag of de avond? Nee, ik doe de avondopleiding. Okay. Ik heb 4 avonden in de week les. Elke vrijdag ben ik vrij, dus dat is ook prettig. Maar ik ervaar het ook als positief. Het is goed combineren met mijn werk. Dus dat is ook goed. Ik volg de economische richting. Dus eco. Ik heb ook Frans, Nederlands, wiskunde, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Dus ik vind dat goed te doen. Oké, okay, en... Je hebt daar bewust voor gekozen in de avond, of moest je? Omdat het goed te combineren was met mijn werk. Dus okay. En je werkt nog overdag. Ja. En wat doe jij als ik praat? Ik werk in een callcenter als ZZP'er. Als ZZP'er? ZZP'er. Oké, okay. Leuk. Ja. En wat doe je dan? Neem je telefoontjes aan? Ik verkoop energiecontracten. Oké, okay. Ja. Dus je bent echt een commerciële man. Ja, ja. Ik voel iets dat jij in het verlengde na je opleiding hier iets commercieels wil doen. Ja, zeker. Ja. Ja? Ik wil hierna ook nog HAVO gaan doen, ook op het FAVO Rijnmond College. Okay. En daarna wil ik een HBO-studie bedrijfskunde gaan doen of sales, iets in die richting. Oké, okay, leuk. Ja. Daar heb je al goed over nagedacht. Ja, daar heb ik zeker goed over nagedacht. En wil je dan ook de HAVO in de avond blijven doen? Of? Dat hangt er een beetje vanaf hoe dat met mijn werk zit. Maar ik denk dat ik dat ook wel weer in de avond ga doen. Dat bevalt me goed. Ik presteer beter in de avonden voor mijn gevoel. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar ook voor jou is het denk ik wel pittig, hè? Zo ook, net zoals Rani. Ja, het is veel. Maar als je het bijhoudt, is het wel te doen. Oké. Okay. Jeroen. Ja. Je hebt nog een aanvulling. Ja, wat inhaken wat Boris zegt. Het is niet zo helaas dat je de HAVO kunt gaan doen zonder het ooit eerder gedaan te hebben in de avond. Dus dan moet je toch helaas overdag beginnen. Okay. Omdat het anders toch te zwaar wordt ervaren om inderdaad 8 vakken in de avond te gaan volgen als je daar nog niet eerder wat hebt gedaan op HAVO-niveau. Oké, okay, nou, goede aanvulling. Goede aanvulling. Dus ja, dan zal je dat... Gaan we het overdag doen. Ja, een deel overdag. Gaan we het overdag doen. Dat deel... Ook goed, ja. En wat ga jij doen, Rani, als jij klaar bent... En je diploma en de vlag eruit kan. Ja, ik wil richting het mbo 4, iets richting de dierenverzorging. Nog helemaal ben ik er niet uit, maar die richting op in ieder geval. Ik volg ook biologie nu, dus heb ik ook bewust gekozen zodat ik dan die richting op kan gaan. Oké. Okay. Nou ja, en hebben jullie ook op school, want ik zag ook net het filmpje van heel belangrijk is ook de leerlingbegeleiding. Hoe gaat dat? Hoe vinden jullie dat? Hoe ervaren jullie dat? Ik vind dat er goed contact is tussen docent en leerling. Vooral nu ook in coronatijd via Teams. Dus ik ervaar dat als positief. Ja. En hoe terug. Hoe zijn jullie nou eigenlijk op het FAVO terechtgekomen? Nou, ik volgde een tijdje terug een HAVO-opleiding. Toen zat ik een tijdje niet op school, maar moest ik toch een diploma halen. Dus toen ben ik op het FAVO gekomen om hier mijn diploma te behalen. Oké. Okay. En Boris, hoe is het bij jou gegaan? Mijn zus heeft ook op de FAVO gezeten. Dus ik ben er eigenlijk via mijn zus terecht gekomen. Ik heb er 2 jaar geleden ook al eerder op de FAVO gezeten. Toen kwam ik hier weer terecht. En hiervoor heb je op een reguliere school gezeten? Ja, ik heb op Montessori gezeten en op nog een andere MAVO. Oké, okay, ja. En hoe is dat daar gegaan? Niet heel denderend. Nee. Ik was toen nog niet serieus bezig met school en nu wel. Dus, Het is ook een bewuste keuze geweest voor jou voor FAVO. En als het ook heel goed bij jou past, helemaal top. Ik wil toch even naar Jeroen. Je zegt ook van er wordt MAVO gegeven, HAVO gegeven en ook VWO neem ik aan. Klopt. Ja?
Nee, we hebben voor de MAVO hebben we in principe alleen MAVO 4. Dat betekent dat je in 1 jaar de opleiding gaat doen. Dus je hebt geen voorexamenklasse. Maar er kunnen wel trajecten gemaakt worden als er bijvoorbeeld een aanleiding voor is dat je bijvoorbeeld de MAVO in 2 jaar doet. Maar dat zijn wel uitzonderingen van onze leerlingen. Bij de HAVO hebben we eigenlijk het breedste pakket op dit moment. Daar hebben we de reguliere HAVO 5. Dat wil eigenlijk zeggen dat je vorig jaar al HAVO-eindexamen hebt gedaan. Ja, vorig jaar was het natuurlijk eigenlijk geen eindexamen, maar in dat soort standaard situaties dan wel. Dus al een keer examens hebt gedaan. Dan kun je ook eventueel naar de HAVO-avond, maar dan heb je dus inderdaad wel al die examens gedaan. En ook over het algemeen wat minder vakken die je opnieuw moet doen. En we hebben ook sinds dit jaar de HAVO-X. Dat is eigenlijk wat vroeger HAVO 4i was. Maar het is wel een andere constructie, omdat je dus nu bij HAVO-X volg je van het vakkenpakket 4 à 5 vakken van de 8. En die rond je ook dit jaar af. En dan ga je de andere vakken ga je het jaar daarna doen. Dus dan worden bijvoorbeeld niet vakken als aardrijkskunde uitgesmeerd over 2 jaar. Maar dan heb je na 1 jaar heb je al aardrijkskunde op HAVO-niveau gehaald. En VWO hebben alleen VWO 6 ja. van. Dus er is ook geen VWO 5, dus alleen maar de eindexamenklasse. En jij als docent, hoe ervaar jij de studenten hoe zij met hun studie bezig zijn? Nou, ik hoor net ook van Rani en van Boris van, nou, het is best een pittig, pittig jaar hè, wat jullie ook ervaren. Het is veel wat je moet doen, maar het is wel te doen, hoor ik ook wel. Hoe ervaar jij dat bij jouw studenten? Nou, ik vind dat mijn studenten heel vaak toch wel dankbaar, niet letterlijk uitspreek, maar toch een gevoel van dankbaarheid hebben dat ze bij de VAVO deze vakken kunnen volgen. Het lukt natuurlijk niet altijd even goed. Soms ook omdat er goede redenen voor zijn dat het toch niet lukt. Maar over het algemeen zijn we toch wel vrij blij dat we een heleboel leerlingen toch naar een diploma kunnen begeleiden om daar dus op die manier verder te kunnen gaan met hun studie. En als het niet lukt, want dan ben ik als manager van het studie-infopunt belangrijk, vind ik wel. Hoe helpen jullie toch de studenten naar iets anders? Nou, dat kan ik het beste beantwoorden voor de MAVO eigenlijk alleen, omdat ik alleen de decaan van de MAVO ben. Dus dan kom ik ook met dat soort leerlingen in aanmerking. Dat we toch zien bijvoorbeeld al na 2 toetsweken dat het niet goed uit de verf komt. En dan kunnen we ervoor kiezen om ze bijvoorbeeld van februari te laten instromen bij het MBO. Dat is dan natuurlijk niet MBO 4, maar wordt dan ook gekeken natuurlijk naar welke opleiding dat dan is. En dat ze dan ongediplomeerd kunnen instromen. Ja, dat contact hebben wij dan met Alberda zelf over die leerlingen. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze toch nog zelf het jaar willen afmaken. En in principe kan dat. En dan misschien dat het soms dan toch nog lukt. Dat is niet uitgesloten. Ja. Maar die mogelijkheden zijn er wel. Maar jullie bieden gelukkig de goede service voor onze leerlingen, studenten, om ze toch nog of richting het mbo of alsnog het diploma te halen. Ja. We gaan nu even naar een ander filmpje van het FAVO Rijnmond College. Een leuk filmpje van studenten en docenten die wat meer vertellen over het FAVO Rijnmond en hun ervaringen. Op het FAVO kunnen leerlingen die niet geslaagd zijn hun diploma halen. Er zijn veel mogelijkheden. Ben je bijvoorbeeld gezakt voor je MAVO of VMBO TL en heb je geen zin om alle vakken over te doen? Dan is het FAVO wat voor jou. Hi, ik ben Metan, ik ben 18 jaar oud en ik zit op het FAVO Rijnmond College. Ik heb voor de FAVO gekozen omdat ik nog een paar certificaten moest halen om mijn MAVO-diploma te kunnen krijgen. De vakken die ik op de FAVO volg zijn Engels, Duits en Wiskunde. Ben je gezakt voor je MAVO of VMBO TL en wil je toch alvast op het MBO beginnen? Dan is het FAVO wat voor jou. Ik doe alvast MBO. In de avond volg ik wiskundelessen en Spaanse lessen en overdag doe ik mijn pedagogische opleiding. Er zijn heel veel mogelijkheden. Je kunt vakken in deeltijd volgen of in voltijd, overdag of 's avonds. Dus er zijn heel veel opties. Op het FAVO gaan we echt voor maatwerk. We zoeken voor iedereen de beste oplossing. Ja, de sfeer op het FAVO is gezellig. Je voelt je niet dat je echt gezakt bent. Je voelt gewoon dat het een nieuwe start is voor jezelf. Als je bij ons op het FAVO komt, dan zul je merken dat er een prettige volwassen sfeer is waar zeker hard gewerkt wordt, waar zeker een beroep wordt gedaan op je zelfstandigheid. Ja, het is wel hard werken, maar je krijgt er wel wat voor terug. En uiteindelijk heb je toch je diploma in je handen en kan je of doorstromen of door met je vervolgopleiding. Tijdens mentorgesprekken gaat het niet alleen om de toetsresultaten, maar het is ook echt een moment van contact met de leerling. Dus je hoort ook hoe het met hem of haar op dat moment gaat. Als mentor heb je relatief kleine groepen hier en dat is heel fijn. Want de leerlingen die extra aandacht nodig hebben, kun je dit ook echt geven.
Wat ik kan vertellen over de FAVO is dat je heel veel aandacht en begeleiding krijgt van de leraren. Ja, ik vind het gewoon fijn dat de docent na de klas K uitleg, dat dit gewoon nog persoonlijk komt en vraagt aan iedereen van heb je het goed begrepen? En de docenten zorgen ook voor een gezellige sfeer. Wat is het FAVO voor jou in een paar woorden? Woorden die bij de FAVO passen is doorzettingsvermogen, doelgericht en gemotiveerd zijn. Succesvol, nieuwe kans en je diploma halen natuurlijk. Gelijkwaardigheid, het is hard werken en we gaan natuurlijk voor succes. Bij het FAVO kun jij kiezen om alle vakken te doen in voltijd, om enkele vakken te doen deeltijd, om overdag onderwijs te volgen of liever 's avonds. Of je begint alvast op het mbo en je maakt op de FAVO je MAVO-diploma compleet. Ben je ouder dan 21? Ook dan kan het FAVO jou helpen. FAVO Rijnmond College, jouw weg naar jouw diploma. Welkom terug. Weer een leuk filmpje. Jeroen, ik kom even weer bij jou. Ik heb gehoord dat jullie ook een schakelopleiding hebben. Klopt dat? Of een opleiding richting HBO? Is dat zo? Ja, dat is voor onze hoogopgeleide mensen die van het buitenland komen. Die volgen dan bij Educatie van Alberda volgen ze Nederlands om daar een B2 niveau te halen. Om dan bijvoorbeeld daarna naar het HBO of de universiteit te kunnen gaan. Maar ze volgen bij de VAVO dan ook Engels, maatschappijleer en wiskunde, om ook op die manier toch in ons jargon, in de Nederlandse taal, voorbereid te worden, zodat ze daarbij ondersteund zijn om naar het HBO of universiteit, om daar toch wat achtergrondkennis van te hebben. En we hebben dan ook een buddy systeem, dat ze dus gesteund worden door studenten van de universiteit, waarbij ze dus geholpen worden met zaken zoals hoe werkt een open dag in Nederland, hoe moet ik mij aanmelden voor een opleiding in Nederland, ook uiteraard met een studie, maar ook een beetje die randzaken. Want voor iemand die van buiten Nederland komt, kan ik me voorstellen dat het vrij lastig is om even goed je weg in te kunnen vinden. Je zegt B2, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een inschaling van hoe de talen zijn opgebouwd. En B2 is een bepaald niveau wat eigenlijk wel vereist van je wordt om een hbo-studie te kunnen doen. Omdat de Nederlandse taal dan natuurlijk wel een bepaalde woordgebruik heel lastig kan zijn. Dus stel, iemand die komt in aanmerking hiervoor, hoe kunnen ze dan bij jullie terecht? Hoe kunnen ze zich aanmelden? Nou, ze komen vaak ook terecht bij Educatie, dus bij Alberda, bij Alberda Educatie. En dan komen ze van daaruit eigenlijk weer terecht bij ons. Dus dan is er een soort van wisselwerking tussen die twee. Om toch die persoon heel goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. En in principe kan dat eigenlijk alleen maar als je ouder bent dan 18. Dat past in principe ook wel bij onze doelgroep. We zien wel natuurlijk dat bij de MAVO, HAVO, vooral dat er ook jongere mensen dan 18 kunnen zijn, van 16 tot 18. Maar onze grootste groep is eigenlijk van de 16 tot 23 jaar. Dat heeft natuurlijk ook mogelijkheden voor als je ouder bent dan 23, om dan bij ons te komen. Oké. Okay. Je zegt ook de leeftijd, maar stel ik ben 16, kan dat? Ja, dat kan, maar dan moet je wel uitbesteed worden vanuit je school waar je het laatst bent geweest, dus of je middelbare school waar je vandaan komt. En zij zorgen eigenlijk voor een financiële dekking dat jij dit kunt volgen bij het FAVO Rijnmond College. Oké. Okay. En gebeurt dat veel of valt dat wel mee of willen ze wel meewerken? We zien dit vooral eigenlijk bij leerlingen die maar een paar vakken gaan doen. Okay. Dus als zij bijvoorbeeld maar twee vakken nog hoeven te halen, dan kunnen ze dat bij ons wel doen, die twee vakken. Terwijl als ze op een middelbare school zouden blijven, zouden ze alle vakken weer opnieuw moeten doen. En dan is dat voor hun vrij zonde als ze al voor vier vakken bijvoorbeeld de voldoende hebben staan. Dus dan hoeven ze bij ons alleen die twee vakken te doen. Oké, okay, en Rani en Boris, nou jullie zijn ook al wat ouder. Hoe voel dat als je deze opleiding doet? Is dat prettiger dan toen je wat jonger was? Hè? Het is ook wat zelfstandiger wat je moet doen. Of valt dat wel mee? Nee, ik vond dat persoonlijk wel meevallen. Maar ja. Het is allemaal goed te doen, voor jou? Ja, dus ik vind het ook goed te doen. Ik zie wel een verschil dat toen ik op de middelbare school zat, hoe de leraren en docenten met mij omgingen. Nu word ik meer als een volwassene behandeld, wat ik wel fijn vind. Oké. Nou, we hebben natuurlijk ook de chat. Via de chatbutton kun je allerlei vragen kwijt. Misha, zijn er nog vragen uit de chat gekomen? Ja, dankjewel.
Nou, ik zie een hele belangrijke vraag uit de chat. Het is nu coronatijd. We zitten ook op 1,5 meter en we zijn allemaal gezond en wel. Krijg je nog wel echt les op de locatie van FAVO of is alles online, Boris? Ja, ik heb al mijn lessen fysiek, dus op locatie van de FAVO. Dat is het luxe van de avondopleiding, kleine groep, dus dat is allemaal goed te doen op 1,5 meter. Oké, okay, dat is fijn. Dus je bent elke avond gewoon... hoeveel avonden in de week ga je? 4. Want vrijdag vrij. Ja, dat was het. Vrijdag vrij. Rani? Normaal heb je 3 lessen per vak in de week. Nu heb je er dan 2 door corona. En dan wordt het vervangen met een weektaak die je thuis maakt. Waardoor je wel alle stof grijpt. De meeste docenten die doen ook... dat ze de makkelijkere dingen voor in de weektaak laten en de moeilijkere dingen in de fysieke les bespreken. Oké, okay, dus dan kan je dat wel goed oppikken, want dan de moeilijke zaken worden dan echt in de lessen besproken. Ja, dan word je maar er is natuurlijk begeleid. Ook ruimte voor als je meer vragen hebt, toch? Ja, altijd. Ja, goed. Oké, dan gaan we over naar een ander onderwerp. En eigenlijk heeft het ook te maken, want ik kom straks heus wel bij jullie terug. Dan gaan we naar hulp bij studiekeuze, Fatma. We hebben net over FAVO Rijnmond College gehad. Ja. Maar jij hebt volgens mij ook op FAVO gezeten. Ja, klopt. In de periode van tussen 2015 en 2017 heb ik ook op het FAVO gezeten. Ik ben toen, net zoals Jeroen dus zei, ben ik uitbesteed in eerste instantie. Door het voortgezet onderwijs waar ik toen destijds op zat. Dus je was jonger dan 18? Ja, ik was 17. Dus toen hebben ze gezegd, joh, wij willen graag dat je wel gewoon je diploma nog met succes behaalt. Dus we gaan je uitbesteden naar het FAVO. Nou, toen zat ik eerst op de dagopleiding. Heb ik het net niet gehaald, op 2 vakken na. Dus toen heb ik ervoor gekozen om... eigenlijk een beetje constructie van alvast mbo, maar eigenlijk heb ik dat een beetje destijds zelf ben ik daar achteraan gegaan. Ik denk, nou, ik wil een mbo-opleiding gaan volgen, maar ik wil ook mijn HAVO-diploma gewoon nog een keer proberen. Dus toen heb ik de avondopleiding gedaan voor de 2 vakken die ik niet heb behaald. En daarnaast ben ik dus een bolopleiding gaan volgen bij het Albeda, dus heb ik de opleiding sociaal werker gedaan. Dat is een niveau 4 opleiding, mbo 4. Hoe lang heb je daarover gedaan? Ik heb er wel gewoon de volle 3 jaar over gedaan. Want de sociaal werker is nu een opleiding van 3 jaar. Dus ik heb er 3 jaar over gedaan. Ik heb wel in de tussentijd mijn HAVO-diploma gewoon behaald. Dus aan het einde van mijn eerste leerjaar heb ik mijn HAVO-diploma behaald bij het FAVO Rijnmond College. Maar toen heb ik er toch voor gekozen om bij het Albeda te blijven. Omdat de sfeer op de opleiding me zo enorm aantrok. En de stages die ik liep, vooral de praktijkgerichte wat je dan moest doen op het mbo, vond ik heel fijn. En ik denk, ja, dit is wel een goede voorsprong voor mij. Want dit is uiteindelijk ook wat ik wil gaan doen op het hbo. En dat doe ik nu ook. Dus, We hebben het over studiekeuze. Hè? Hoe ben jij tot die studiekeuze van sociaal werker gekomen? Ik heb best wel informatie opgehaald en, bij mijn sociale netwerk, zeg maar. Dus in mijn vriendenkring en mijn familie. Je hoort al natuurlijk, vooral gedurende de puberteitsfase had ik dan heel erg, dat heel veel vriendinnen naar me toe kwamen. En dat ze zeiden van, dat ze gewoon hun problemen bij me neerlegden. En dat ze zeiden, Fat, je moet hier wat mee gaan doen. Nou, toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik dat ook wel, want ik haal heel veel voldoening uit. Dus toen ben ik... naar Open Dagen geweest. Ik heb heel internet afgezocht en website van Albeda bezocht. En zo kwam ik bij Albeda. Veel jongeren vinden het heel erg lastig om een studiekeuze te maken. Sowieso een keuze te maken op het mbo. Kun jij vertellen hoe wij jongeren kunnen helpen? Want jij bent een student geweest van Albeda. Ja. Je bent nu een medewerker van Albeda. Je werkt bij het Studieinfopunt. Ja. Bij mij op de afdeling. Ja. Hoe kunnen we ze helpen? Hoe kunnen we onze jongeren helpen bij het maken van een goede studiekeuze? Nou, wij zetten ons natuurlijk enorm in bij het Studieinfopunt. Nu ook met de tijden waar we nu in leven, zijn we ook heel erg op de socials, dus op de sociale kanalen, maar ook door dit soort dingen, live uitzendingen.
Voorheen deden we dingen zoals voorlichtingsmarkten. Die zijn we nu ook anders aan het inrichten, zodat we studenten toch nog wel op afstand kunnen voorlichten of in kleinschaligere groepen kunnen voorlichten. Dat we toch nog bezoekjes kunnen plegen naar verschillende voortgezet onderwijsscholen. Ze kunnen bij ons ook een studiekeuzetest doen. We gaan natuurlijk met de studenten in gesprek. Ze kunnen altijd bij ons langskomen op afspraak. Dus wij zijn heel breed inzetbaar. En als het om studiekeuze gaat, dan zijn wij altijd daar. En ze kunnen ons ook volgen via Instagram. Want jij bent een enorme Instagram-dame bij ons bij het Studieinfopunt. Waar ik heel blij om ben. Want dat geeft onze jongeren een kans om goed te volgen en te kijken wat er allemaal speelt bij opleidingen binnen Albeda. Hè. Wij zijn voor de opleidingen binnen Albeda om zoveel mogelijk informatie te geven. Ja. Wat kunnen jongeren zelf doen om erachter te komen wat het beste bij hen past? Ja, wat ze vooral kunnen doen is kijk natuurlijk naar je kwaliteiten, kijk naar je talenten, waar liggen je passies, wat zijn dingen waar je voldoeningen uithaalt in het dagelijks leven. Zet dat gewoon voor jezelf op een rijtje. Het is natuurlijk ook goed om te weten wat dingen zijn die je minder leuk vindt, hè, wat je niet aantrekt. Dat kan natuurlijk ook. Als jij er heel zeker van bent van nou, ik ben niet zo goed met cijfers, dan is dat alleen maar positief, want dan kan je dat voor jezelf afvinken. Ga ook inderdaad wat ik heb gedaan na bij je sociale netwerk. Doe een beroep op ze. Zeg ik, joh, wat zijn nou dingen waar jij vindt waarin ik in uitblink? En kijk gewoon naar de hobby's die je uitvoert. En kijk of je daar gewoon een leuke opleiding in kan vinden. En kijk gewoon naar je talenten en je passies. En kom je daar niet helemaal uit, dan zijn wij er natuurlijk. En dan kan je even met ons in gesprek. Dan kunnen wij even je kwaliteiten, talenten en passies kunnen wij misschien wel bij jou naar boven wakkeren door middel van een gesprek. Zo niet, dan hebben we ook altijd nog Welkom met Albeda inderdaad, die daar ook dan nog even het extra ondersteuningje in is en die wat dieper erop in kan gaan. En zo hebben we meerdere ook verschillende ondersteuningen die wij bieden aan toekomstige studenten, maar ook onze huidige studenten die willen doorstromen. Ja, dus wij geven heel erg veel aandacht aan deze jongeren om ze te helpen hun kwaliteiten, hun talenten te ontdekken, hun motivatie, hun passie te ontdekken. Je zei net zelf, we hebben allerlei manieren gevonden om onze jongeren te helpen, mm-hmm. om ze te begeleiden, te coachen richting een opleiding. Mm-hmm. We hadden voorheen de open dagen, maar nu hebben we zo'n online open week. Mm-hmm. Maar we hebben een filmpje van voor de coronatijd en die willen we jullie heel graag laten zien. Ik vind het kiezen van een studie wel een beetje uitdagend, omdat je nog moet weten wat je moet doen en waar je goed in bent. Ik vind het ingewikkeld, omdat er heel veel verschillende keuzes zijn en studies en heel veel verschillende dingen die ik misschien leuk vind. Het ziet er voor mij wel uit als een moeilijke stap die ik moet gaan maken, maar ik neem de uitdaging aan, ik ga het doen. Albeda Roosstraat ben ik vandaag omdat er de open dag is. Ik ben hier om met mensen die op het Albeda nog moeten komen in gesprek te gaan hoe het Albeda eigenlijk is. Ik heb MAVO gedaan, afgemaakt, diploma gehaald en toen naar het Albeda gelijk gekomen. Mijn keuze heb ik gemaakt door met mijn ouders te overleggen wat bij mij past. En op een gegeven moment ben ik gewoon online gaan lezen en toen dacht ik, weet je, ik schrijf me gewoon in. Zo is het eigenlijk gegaan. Ik heb gewoon de opleiding gevolgd en het bevalt me hartstikke leuk eigenlijk gewoon. Nou, stel dat deze opleiding niet bij mij had gepast, heb je altijd nog STIP. STIP kan me altijd helpen met mijn problemen en eventueel naar een oplossing zoeken. Wat ik hier vandaag doe is de studenten helpen met het maken van een studiekeuze en hun begeleiden naar de juiste locaties met betrekking tot de andere opleidingen. Ik snap inderdaad dat het best wel spannend is en ik heb het ook wel een aantal keren meegemaakt dat studenten hier komen en dat ze een beetje zitten van ik weet het niet en dat ze zich een soort van schuldig voelen dat ze ook daadwerkelijk het niet weten, maar dat is helemaal niet erg. Als je een studiekeuze hebt gemaakt en je hebt zoiets van het past inderdaad toch niet bij me, ja dat kan. En ook op dat soort momenten zijn wij er voor hun om hun op te vangen en te kijken van oké, welke richting wil je dan op? Ik ben hier naartoe gekomen voor de opleiding doktersassistenten.
En eigenlijk of wat het nou precies allemaal inhield en of het wat voor mij is. Ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten, dus ik had eigenlijk vooral in gedachten dat het heel gespannen zou zijn. Ja, het is heel anders. Het is hier voor mijn gevoel echt veel rustiger dan ik had verwacht. Ik deed eerst kader, vervolgens ben ik naar niveau 2 op Alba Dui Maassluis. Dat was Alba Beveiliging niveau 2. En ja, daarbij ben ik gegroeid hier naartoe. Ik doe nu mijn controleronde bij de kader. Over. Ik werk bij de Huntsman, bij de Botlek, als beveiliger. Het HA-gebouw, Alana, Brandalaan. Rustig even. Tijdens de opleiding zelf vond ik het heel leuk. De opleiding duurde 6 maanden voor mij. Vervolgens begon mijn stage. En toen kreeg ik direct een vast contract aangeboden. En ja, ben ik door gaan werken. Bij de kade, mijn controleronde is geëindigd, geen bijzonderheden. Waar we vandaag zijn is op de Albra locatie Baljuwstraat. Waar we een voorbereidingstraining geven voor het MBO debattoernooi. In de derde klas van het VMBO ben ik in een schoenenwinkel gaan werken. Ja, dat vond ik superleuk. Toen ik van het VMBO afgestudeerd was, moest ik een keuze gaan maken voor het MBO. En kwam ik op het Albra terecht, op locatie Spinozaweg. Dus allemaal economische opleidingen aanbieden. En daar kwam ik in gesprek met meneer Meinster. Toen keken we dus naar de opleidingen die er waren. En dan paste ondernemer detailhandel enorm goed bij. En inmiddels afgestudeerd, dus het was een succes. Ik studeer nu HBO bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Om te kijken of je de juiste studiekeuze maakt, denk ik heel belangrijk dat je je verdiept in het vakgebied. Ik had de mogelijkheid om dus te werken in het vakgebied. Maar vraag eens of je een dagje mee kan lopen in een vakgebied wat jou leuk lijkt. Hey, welkom terug. We hebben het over hulp bij studiekeuze en over het FAVO Rijnmond College vandaag. Hulp bij studiekeuze. Boris, hoe ben jij tot de opleiding bedrijfskunde, wat je wil gaan doen straks op het HBO, gekomen? Wat zijn jouw talenten en kwaliteiten? Ik vind economie heel interessant, dus ik twijfel nog wel of bedrijfskunde of bedrijfseconomie. Maar dat sprak mij heel erg aan. Ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met zelf proberen met getalletjes en dingen, dus dat sprak mij heel erg aan. Dus dat leek mij een passende studie bij mij. Dus dat is je talent. Je bent gaan kijken van dit zijn de vakken wat ik leuk vind. Ja. Dit zijn mijn talenten. Ja, precies. En daar, op basis daarvan ben je op zoek gegaan. Of weet je het al? Of ben je echt op zoek gegaan? Of nee, ik weet het al. Maar ik wil eerst nog mijn HAVO doen. Ja, natuurlijk. Ja. En dan daarna ga ik een passende hogeschool zoeken. Ja, en dan wel in een economische richting. Ja, zeker. Dus, dat wel. En Rani, heb jij al een beetje nagedacht of... Een studie hierna? Ja, ik wil dus denk ik richting de dierenverzorging. Sinds ik klein was heb ik dieren altijd heel leuk gevonden. Dus ik denk dat zo'n baan wel voldoening voor mij eruit haalt. Heb je zelf ook huisdieren of gewoon of is het meer kinderboerderij? Nee, ik heb thuis bij mijn ouders een kat. Maar ik woon niet meer thuis, dus die mis ik wel. Oké. Dus dat is jouw passie. Ja. Iets met dieren, dierenverzorging. Dat zie ik mezelf wel doen. Sorry? Dat zie ik mezelf wel doen in de toekomst. Ja. En heb je daar al gericht gezocht naar een opleiding of nog niet? Nog niet gericht, maar ik denk wel dat ik binnenkort bij het STIP aanklop daarvoor. Nou, je bent van harte welkom, Rani. Nou, dan gaan we straks na de uitzending even met contact brengen met Fatma. En dat gaat dan helemaal goed komen. Zeker. En dan hebben we het over aanmelden. Dus op het moment dat je feitelijk de keuze hebt gemaakt. Je bent bewust geworden van je, ik moet kiezen. Vervolgens ga je je oriënteren. En je ontdekt je talenten, je kwaliteiten, je passies. En daar zoek je een bepaalde opleiding bij. Mm-hmm. Dan kom je bij het moment, ik moet aanmelden. Hoe gaat dat in zijn werk, Fatma? Nou ja, het aanmelden zelf, dat verloopt natuurlijk nu allemaal digitaal. Dus via onze website, www.albra.nl.
En dan kan je je gewoon digitaal aanmelden. Krijg je een aanmeldingsformulier die je stapsgewijs invult. Krijg je een bevestiging van ons dat wij hem hebben, binnen hebben gekregen. En dan word je uitgenodigd op, voor een intakegesprek bij de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. Zijn er nog wel opleidingen waar je snel voor moet aanmeldingen? Dat je denkt van nou, als ik nu niet snel een aanmeldformulier invult via de website, dadelijk zit die al vol. Ja, wij adviseren studenten, toekomstige studenten sowieso altijd om tijdig aan te melden. Dus in ieder geval voor 1 april. Want dan heb je natuurlijk ook nog te maken met toelatingsrecht. Dat is altijd het advies wat we meegeven. Maar er zijn natuurlijk ook opleidingen, hè, wat je zegt van daar moet ik wel op tijd mee zijn. Dat zou bijvoorbeeld een opleiding kunnen zijn, zoals ik noem er maar een paar, apothekersassistent, doktersassistent. Dat zijn een beetje onze numerus fixus opleidingen. Die kun je ook terugvinden op de website natuurlijk. Staat er ook altijd bij dat het een numerus fixus opleiding is. En dat zijn plekken die maar een bepaald aantal plekken per jaar hebben gereserveerd voor onze toekomstige studenten. Daar moet je inderdaad wel, geven wij altijd advies mee om daar wel snel op te anticiperen, zeg maar. Oké, en dan heb je je aangemeld. Dan komt er een moment dat de opleiding je uitnodigt. Ja. Wat wij noemen een intake of kennismakingsgesprek. Ja. Je hebt het denk ik ook gehad. Dat weet ik wel zeker. Hè? Je hebt de opleiding bij ons gedaan. Ja. Maar je hoort ook van heel veel studenten hoe dat gaat. Kun je iets daarover vertellen? Hoe gaat zo'n intakegesprek? Eigenlijk bij een intakegesprek, dat verloopt natuurlijk nu anders als normaal. Het gaat nu allemaal vooral digitaal, dus online gebeurt dat nu. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een kennismakingsgesprek. Dus ze gaan al kijken, ze gaan dan vragen stellen zoals waarom heb je voor deze opleiding gekozen? En hoe ben je tot deze studiekeuze terechtgekomen? En wat kunnen wij jou nou bieden als opleiding qua eventuele extra ondersteuning, et cetera, om jou succesvol een diploma te bezorgen aan het einde van de rit? En hoe kunnen we nou zorgen, of hoe kunnen we nou iets vertellen van hoe een student, toekomstige student, zich kan voorbereiden op zo'n intakegesprek? Wat voor tips zou je ze mee willen geven? Wat ik vooral zou willen meegeven is, doe research. Hè? Dus je hebt je aangemeld voor een opleiding. Dus laat dan ook vooral zien waarom je je hebt aangemeld voor zo'n opleiding. Laat zien dat je onderzoek hebt gedaan. Dat je bijvoorbeeld deze uitzending hebt gekeken bijvoorbeeld. Dat je zegt, en er werd dan dit en dit en dit benoemd. Dat je laat zien van, ik wil deze opleiding echt gaan doen. En vooral dat je je motivatie heel erg laat zien. Want dat is ook heel belangrijk, zodat de intaker kan zien van, oké, dit is een juiste studiekeuze voor je geweest. Want als dat niet het geval is, dan willen ze je natuurlijk ook daarin ondersteunen om je dan wel naar de juiste opleiding te brengen, in dit geval. En daar speelt bijvoorbeeld Welkom het Albeda een hele belangrijke rol in. Ja. Hè? Het is niet erg op het moment dat je bij een intakegesprek denkt van, ik zit nu bij een economische opleiding, maar ik wil wel iets in een economische opleiding, hè, Boris. Mm-hmm. Maar een net iets andere richting. En dan kunnen wij je helpen via Welkom het Albeda. Ja. Om dat er een juiste match is. Ja. En dat je natuurlijk welkom bent bij Albeda. Maar dat we net iets naar een andere opleiding gaan kijken. En dat je daar gewoon een goede start kan maken. Want dat is heel belangrijk. Dat onze studenten een goede start kunnen maken. Dat ze een juiste keuze maken. Een goed beroepsbeeld hebben. Zeker. En daarvoor staan in principe alle medewerkers van Albeda voor je klaar. Onze docenten. Tijdens deze open week hebben wij informatie gegeven. Je kan met ons chatten ook nu op dit moment. Dus stel je vragen. Als je ergens vragen over hebt, niet zeker weet van hoe zit dat nou met die en die opleiding. Die vragen kun je gewoon goed bij ons kwijt. Je hebt ook studenten die niet alleen vragen hebben over de opleidingen. Mm-hmm. Die krijgen wij ook bij het studieinfopunt binnen. Klopt. Kun je daar ook voorbeelden van noemen waar wij ook studenten bij helpen naast de studiekeuze? Ja, zeker. We hebben studenten die natuurlijk binnenkomen, ook bij ons, bij het STIP, dat ze dan bij ons binnenwandelen. En dan toch nog wel dat er meer een verhaal achter zit dan alleen de aanmelding of dan alleen de studiekeuze. Dat kan van alles zijn. Kan te maken hebben met
simpele dingen zoals dat ze nog niet helemaal weten hoe dat studiefinanciering nou precies werkt bij Duo. Hoe dat nou precies zit met lesgeld. Of dat ze een beetje een steuntje in de rug nodig hebben met financiën. Of dat ze op zoek zijn naar een leuke studentenwoning. Op dat soort gebieden hebben we bijvoorbeeld Life Goals die daar ondersteuning in brengt. Die onze studenten, maar ook toekomstige studenten daarin ondersteunt. Bij het vinden van een huis, van een studentenwoning of met financiële zaken op orde stellen. Dus ja, in dat opzicht is er ook voor vragen buiten studiekeuzes, aanmelden, intake, et cetera, zijn er ook medewerkers die altijd klaar voor je staan. Als je wat anders kwijt wil buiten je studie. Nou, we hebben volgens mij nog een filmpje van aanmelden. Een kort filmpje. En we hebben het net al gehad over aanmelden. Die willen wij ook nog heel graag even laten zien. Ja. Hoe meld je je aan bij het mbo? Dit doe je op de website van het mbo. Vul al je gegevens in voor 1 april. En geef natuurlijk aan welke opleiding je wilt gaan volgen. Je bent nog niet klaar. De opleiding geeft altijd aan welke documenten zij van je willen ontvangen. Een van die documenten is het digitaal doorstroomdossier. Ook wel het DDD genoemd. Het DDD hoort bij je aanmelding. Vul deze zo snel mogelijk in. Je kunt hier direct mee beginnen. In het DDD staan je persoonlijke gegevens, maar ook de reden waarom je de opleiding hebt gekozen. Wat je competenties zijn en welke ondersteuning je eventueel nodig hebt. Ook je mentor vult een gedeelte in. Daarna moeten jij en je ouders het nog goedkeuren en wordt het DDD gelijk verstuurd naar de opleiding waarvoor je hebt aangemeld. Na het invullen van het DDD volgt er soms nog een intakegesprek bij het mbo of word je direct geplaatst. Dit kan per opleiding of mbo verschillen. Als je bent aangenomen krijg je nog een onderwijsovereenkomst. Als deze is ondertekend en al jouw documenten binnen zijn bij het mbo, dan kun je starten met je nieuwe opleiding. Dus, voor 1 april aanmelden. Samen met een DDD. En natuurlijk even je diploma halen. Nou, we zijn weer terug. Belangrijk is dus op tijd aanmelden. Als je vragen hebt, stel ze bij ons, bij het studieinfopunt. We zijn op Instagram. We zijn op de chat. Kijk op albeda.nl, daar kan je ook alle informatie vinden. Je kan ook ons bellen tijdens de werkdagen 010-290-1020. We gaan afronden. Ik vond het heel fijn om met jullie in gesprek te zijn vandaag. Boris, heel veel succes. Rani, heel veel succes. Ik vind het wel leuk om te horen of jullie geslaagd zijn. Ik ga er helemaal vanuit dat dat goed gaat komen. En als je vragen hebt over studiekeuze, je kan bij ons terecht bij studieinfopunt. Jeroen, hartelijk dank. Heel veel succes bij het FAVO Rijnmond. We zien elkaar zeker nog op enige manier. Fatma, ik zie jou straks wel weer. Hè? Jij werkt bij studieinfopunt.